Lief dagboek. Mevrouw Mendeleev heeft ons vandaag op school uitgelegd waarom familieleden vaak op elkaar lijken. Het was super interessant en ik vroeg me af, op wie vind jij dat ik het meest lijk? Mam? Het eerste waar ik aan denk als ik mam beschrijf is hoe rustig en kalm ze is. Ze raakt nooit in paniek, wat er ook gebeurt. Het tegenovergestelde van mij. Maar pas ook op, je wil geen ruzie met haar. Want mam weet hoe ze terug moet vechten. Ik eis excuses van je. Ze heeft altijd een oplossing voor ieder probleem. Oké, ik help je, dit lukt wel. Nu ik erover nadenk, ik lijk het meest op haar wanneer ik Ladybug ben. En dat is helemaal niet gek, want mam is mijn alledaagse superheld. Maar hoe zit het met pap? Je zou het niet denken, maar hij is heel romantisch. Suikerappelmeiden. Bedankt, papa. Hm? Ik denk dat ik daarin op hem lijk. Hij kan zich soms ook heel erg laten afleiden door dingen. Hallo, Ketmoa. Welkom in ons huis. Zoom, laat hem even ademhalen. Oeps, sorry. En we spelen allebei graag videogames. Die ik natuurlijk altijd win. Dat is grappig. Wanneer ik Ladybug ben, lijk ik op mam. Maar als Marinette ben ik precies zoals pap. Wacht, ik zou de rest van de familie bijna vergeten. Oom Cheng bijvoorbeeld. De grote kok. Ja, het is soms moeilijk communiceren omdat we niet dezelfde taal spreken. Ni hao. Welkom, Marie, hier bij Net. Welkom bij Marinette. U bent Chinees. Nee. Maar hij weet zijn emoties altijd te vertalen in eten. Net zoals ik met mijn ontwerpen. En dan hebben we opa nog. Ik ken niemand anders die zo koppig en chagrijnig is. Maar ik weet dat dat een masker is, omdat hij bang is voor verandering. En ik denk dat ik daarin soms op hem lijk. En tot slot is oma er natuurlijk. Hoe kan ik haar beschrijven? Oma is één brok energie. Ze is altijd op pad, altijd op reis met haar motor. Soms, als ik over de daken van Parijs vlieg, voel ik me precies zoals zij. Een echte avonturier. Nou, ik geloof dat dat het was. Zo te zien ben ik uiteindelijk een mix van iedereen. Maar wie weet, misschien is er nog iemand die precies op mij lijkt. Ik heb immers nog niet mijn hele familie ontmoet. Ik vraag het aan mam en pap en dan hoor je het. Tot ziens voor nu, lief dagboek.